Het constitutioneel hof zal uiteindelijk beslissen of de omstreden valutawet terecht is aangenomen of niet. Dat zegt staatsrechtgeleerde Sam Polane in een interview met onze nieuwsdienst. Hij benadrukt dat de rechter het besluit heeft genomen om de rechtskracht van de wet op te schorten, doordat het constitutioneel hof anders beslist. Alleen dit hof kan namelijk beslissen of de valutawet tegen de grondwet is of niet, aldus Polane. Ook zegt hij dat het de kantonrechter verboden is zich zowel inhoudelijk als procedureel in te laten met wetten die worden aangenomen door het parlement. Nee, de rechter heeft zijn werk gedaan. Er is een kort geding aangespannen. En bij een kort geding moet er een spoedeisend karakter zijn. En de rechter moet beoordelen of wanneer hij of zij optreedt of niet optreedt, er schade ontstaat en die schade groter wordt. Dus dat zijn de twee eerste zaken die de kortgedingrechter moet bekijken. En als dat zo is, dan kan de kortgedingrechter verder de zaak op de feiten gaan bekijken. En de feiten hebben kennelijk, of tenminste dat is wat ik heb gelezen in het vonnis, heb ik kennelijk opgeleverd dat er nogmaals een besluit is genomen. Er is gestemd in de assemblee, er is een meerderheid gevonden. Nogmaals, er is een besluit tot stand gekomen. Maar dat besluit kan niet worden gekwalificeerd als een wet in formele zin, zoals de grondwet voorschrijft. Indien de wet voldoet aan artikel 80 van de grondwet, zal het constitutioneel hof dus in het voordeel van de coalitie beslissen. Artikel 80 heeft te maken met het tot stand komen van een wet in het parlement tot het afkondigen door de president. Nee, de rechter heeft zijn werk gedaan. Er is een kort geding aangespannen. En bij een kort geding moet er een spoedeisend karakter zijn. En de rechter moet beoordelen of wanneer hij of zij optreedt of niet optreedt, er schade ontstaat en die schade groter wordt. Dus dat zijn de twee eerste zaken die de kortgedingrechter moet bekijken. En als dat zo is, dan kan de kortgedingrechter verder de zaak op de feiten gaan bekijken. En de feiten hebben kennelijk, of tenminste dat is wat ik heb gelezen in het vonnis, heb ik kennelijk opgeleverd dat er nogmaals een besluit is genomen. Er is gestemd in de assemblee, er is een meerderheid gevonden. Nogmaals, er is een besluit tot stand gekomen. Maar dat besluit kan niet worden gekwalificeerd als een wet in formele zin, zoals de grondwet voorschrijft. Staatsrechtgeleerde Sam Polane in een interview met onze nieuwsdienst. Hij zegt dat het constitutioneel hof uiteindelijk zal beslissen over de valutawet die voorlopig geen rechtskracht heeft.